Zoals jullie de laatste tijd hebben kunnen zien op XCN zijn wij de laatste tijd heel erg veel bezig met films. En om die reden staan wij hier in Amsterdam vandaag op de rode loper voor de première van Disney's Planes. En hier komen heel veel BN'ers langs die wij van alles willen gaan vragen. Planes is de spirituele opvolger op Cars en dat betekent dat we van de begane grond helemaal de lucht in gaan. En in Planes zien we dit vliegtuigje in de hoofdrol staan, Dusty. Dusty is een heel onzeker vliegtuigje die opeens in een wereldberoemde race terechtkomt, waar hij eigenlijk helemaal niet aan mee wil doen omdat hij hoogtevrees heeft en omdat zijn vliegtuig er niet voor gebouwd is. Alsnog besluit hij om aan die race deel te nemen, daardoor roept hij de hulp van een mentor uit de Tweede Wereldoorlog die hem helemaal klaar is voor de race. Dan begint het avontuur, een onwijs groot avontuur met allerlei spetterende 3D-effecten. Wij zijn heel erg benieuwd wat de BN'ers daarvan vinden. Ja Frank, Planes draait natuurlijk om vliegtuigen, om straaljagers. Als jij één van die zou mogen kiezen, wie zou je dan willen zijn? Ja, nou dan zou ik absoluut Dusty, de Rusty Krop Duster willen zijn. Ik denk dat ik wel een zweefvliegtuigje zou willen zijn. Dat lijkt me wel leuk. Gewoon echt in alle rust en stilte heel langzaam overal bovenuit zweven. Dat lijkt me wel mooi. Ik denk zo'n straaljager, dat is natuurlijk wel erg stoer. En waarom? Nou, je gaat natuurlijk vreselijk hard. Je maakt ontzettend veel indruk op iedereen. Voor de sake of humanity lijkt geen enkele mij een heel veilig idee eigenlijk. Ik heb net de auto moeten parkeren hier in het centrum van Amsterdam. Dat vond ik al een hele vlucht. Ik denk dat we dat daar moeten laten, ja. Ja, het is een Disney film. Ben je ook echt opgegroeid met Disney films? Of leg eens uit. Ja, nou niet echt uit de oude tijd ken ik natuurlijk wel Disney films. Maar ik vind dit echt een nieuwe generatie. Dit is echt 2013, zeg maar. Ik ben al sinds kind ben ik Disney fan. Ja, ik ging als eerste film naar Sneeuwwitje, toen was ik 5. Het was ontzettend eng natuurlijk, maar tegelijkertijd waanzinnig. Dus sindsdien ben ik fan. Nou, Disney films zijn natuurlijk leuk. Ik kijk al vanaf mijn jeugd en de kinderen kijken ernaar, is altijd prachtig gemaakt. En toen er Planes kwam in de stijl van Cars, wat de favoriete film van mijn zoontje is. Dat was natuurlijk sowieso wel leuk. Ik, ga ik een keer zien natuurlijk. En toen ze dat vroegen, dacht ik, ja, dat is leuk om te doen. Het is maar een heel kort rolletje. Leuke rol. Ik vind het prima om er even aan mee te doen. Ik was jong in de tijd van de Leeuwenkoning en de Kleine Zeemermin. Ik ben ontzettend fan altijd geweest van al die tekenfilms. Een favoriet? Ik denk de Leeuwenkoning of Aladdin. Dat waren echt de twee grote films uit mijn jeugd, zeg maar. Het hoofdpersonage Dusty heeft last van hoogtevrees, maar het is wel een vliegtuig. Heb je ook last van hoogtevrees of een soort van andere vrees of angst? Ik heb niet echt hoogtevrees als in ik durf in de hoogste achtbanen en torens beklimmen. Ik doe het wel, maar ik merk wel als ik bijvoorbeeld bovenaan de Eiffeltoren sta, dat ik toch wel denk, oh ja, oké, en door. Nee, hoogtevrees valt wel mee, maar ik kan wel een beetje claustrofobisch zijn zo nu en dan. Als ik echt een hele kleine ruimte of benauwde liften zit, dan kan ik het wel een beetje warm krijgen, ja. Want je speelt Bravo, kun je me wat meer vertellen over dat karakter? Ja, Bravo is een jachtvlieger die samen met een collega de hoofdpersoon redt in moeilijke omstandigheden, zodat hij zijn reis kan voortzetten. Dus het is een beetje reddersrol, en dat is leuk. Maar is voice acting, is dat nou echt acteren? Moet je nou echt helemaal inleven in zo'n personage? Hoe gaat dat precies? Ja, je moet zeker inleven. En dat is heel, heel raar. Je hebt te maken met het feit dat er al beeld is. Hè. Je hebt te maken met de stemmen. Dat moet precies op tijd. Je hebt te maken met een Engelse tekst. En dan moet je ook weer zien te vertalen. Maar niet echt in luchtvaarttaal, want dan begrijpt niemand het meer. Dus je moet het in begrijpbaar Nederlands moet je het vertalen, een Engelse tekst. En precies op de tijd dat die mondjes praten. Dat is best lastig. Ja, en dan moet je ook nog inleven. Dus het gaat niet even 1, 2, 3. Ja, Planes is de spirituele opvolger op Cars. Waar moet Disney volgens jou nog mee aan de slag wat betreft voertuigen? Nou ja, wat ligt er nog open? Boten, trams, treinen. Treinen zou slim zijn. Treinen kun je heel goed wegzetten in de markt. Treinen. Is dat niet ontzettend saai, want die hebben toch een bepaalde spoorweg? Ja, maar dat is dan weer de kracht van het verhaal. Hoe breken ze uit die gebaande paden? Ik schrijf zo het script voor je. Geen punt.
dat was alweer de première van Disney's Planes. Ik heb Dusty in ieder geval mee naar huis gekregen en die laat ik dadelijk in mijn huiskamer lekker rondvliegen. Maar eerst ga ik samen met de BN'ers de film checken en de recensie van Disney's Planes kun je binnenkort op IGN lezen. Man, that's nasty. Mayday, mayday. Big castle, roll right.